Goedemiddag, ik ben Astrid Poot, ik ben directeur van Stichting Lekker Samen Klooien en ik heb net het boek geschreven Maken in de Klas. Dat gaat over het doen van maakonderwijs en beeldend onderwijs in de klas. Hoe pak je dat aan? Nou, in deze tijd, in de vreemde isolatie waarin we nu allemaal zitten, is het heel erg de vraag of je en hoe je dat maakonderwijs vorm kunt geven. En is het ook belangrijk om het nu nog te doen, want jullie zijn al zo vreselijk druk. Nou, ik neem jullie mee in de manieren, in wat manieren hoe je daarover na kunt denken voor jezelf. En hoe je kunt beslissen of je een reden en een manier vindt om dat met je eigen kinderen te doen. Nou, een kenmerk van maken en creatief onderwijs is vaak dat het in een sociale omgeving gebeurt. Dus je hebt de kinderen bij elkaar in de klas, ze werken samen aan een project of ze werken aan hun eigen werk, maar kijken wel bij elkaar, spieken bij elkaar, kopiëren elkaar wellicht. En vaak reflecteer je ook met de klas, waardoor kinderen een volgende versie van hun product kunnen maken. Dus maken en beeldend onderwijs is heel vaak een sociaal proces. Kun je dat dan in deze isolatie wel aanbieden aan de kinderen en is het ook belangrijk? Nou, ik denk dat het belangrijk is omdat het de kinderen wat pauze kan geven van de stress en de zorgen die ze misschien nu hebben. Als je een fijn creatief project hebt waar je als kind even een uurtje in kunt duiken, dan duik je even in de luwte en onttrek je je even aan de spanning van school en misschien ook de spanning van thuis. Zo zou je daarover na kunnen denken. Nou, als we kijken naar een goed project of goed onderwijs op het gebied van kunst en maken, wat heb je daarvoor nodig? Nou, normaal in de klas organiseer je dat voor je kinderen. Dan heb je de spullen klaargelegd, de opdracht ligt klaar, je zorgt dat de tijd is in het rooster. Dat is nu allemaal anders. De plek waar de kinderen zijn, kan natuurlijk heel erg verschillen. Je hebt kinderen die met hun kleine broertje of zusje op schoot proberen nog wat schoolwerk te doen. Je hebt kinderen die eindeloos worden begeleid door hun ouders in een hele rijk uitgeruste omgeving. En je hebt alles wat er tussenin zit, komt waarschijnlijk in jouw klas ook voor. Nou, voor maken heb je een plek nodig. Dat betekent dus als je nadenkt over maken in deze periode, dat je heel bescheiden moet zijn met de eisen die je stelt aan die plek. Een halve vierkante meter op een tafel is een prima uitgangspunt. Nou, wat ook een heel belangrijk aspect is van maken, is dat het veel tijd kost. Als je te weinig tijd hebt, dan gaan kinderen dingen afraffelen en komen ze niet tot die rust en die luwte die ik net schetste in de inleiding. Dus denk goed na over hoeveel tijd het reëel is om aan de kinderen te vragen. Als je normaal een maakproject doet waar je 5 dagen lang een uur aan werkt, dat is iets wat in deze tijd natuurlijk niet kan. Dus beperk je bijvoorbeeld tot 1 uur of 2 uur ergens in een week of een blokje tijd van ongeveer zo'n lengte, zodat je kinderen de mogelijkheid geeft om te kiezen wanneer ze dat zouden kunnen doen. De laatste voorwaarde die heel belangrijk is in maakonderwijs is dat je vertrouwen geeft en dat het kind zichzelf ook vertrouwt. Nou, normaal doe je dat met een opdracht en een heel helder stappenplan bijvoorbeeld. Nou, in dit geval is een stappenplan wat minder reëel omdat de maaksessies korter zullen zijn. Maar een opdracht is natuurlijk wel belangrijk en om dat vertrouwen van het kind in zichzelf ervoor te zorgen dat ze dat hebben, moet de opdracht wat eenvoudiger zijn misschien dan anders als je nog heel erg kunt ondersteunen. Nou, dan heb je bouwstenen nodig die ook belangrijk zijn voor dit soort onderwijs. Kinderen moeten kennis hebben over het onderwerp waar ze mee bezig gaan. Kinderen moeten vaardigheden hebben. Dus als je met je kinderen al heel uitgebreid een scratchcursus hebt gedaan, kun je daar natuurlijk weer naar terugverwijzen in de opdrachten die je nu gaat geven. Maar als dat nieuw is voor jouw kinderen, is dit niet het moment om het te introduceren. Hou het dan bij de dingen die ze heel goed kunnen, want daaruit ontstaat ook weer dat zelfvertrouwen. Maar denk goed na over de materialen. We moeten natuurlijk rekening houden met wat de kinderen thuis hebben. Dus wc-rollen, karton, papier, stift heeft iedereen. Een schaar en tape kan ook nog wel. Maar denk daar goed over na. Zodat je niet kinderen per ongeluk uitsluit die net niet dat ene mooie ding hebben waardoor dat project zo gaaf wordt. Dus wees daarin heel bescheiden in wat je van kinderen vraagt. Nou, en datzelfde geldt natuurlijk voor gereedschap. Niet ieder kind heeft een mooie snijmat. Dus dan moet je misschien hele ingewikkelde snijprojecten even parkeren tot we allemaal met z'n allen weer op school zitten. Dus hou daar ruimte voor. Zorg dat je de kinderen op dat gebied allemaal niet overvraagt. Zodat ze echt enthousiast en vanuit rust en zelfvertrouwen kunnen beginnen. Nou, wat is dan een goede opdracht met die beperkingen waarin we nu leven? Ik heb daar 2 experts voor bevraagd. Hoe denken zij daarover na? Nou, dit is Herman Tiebels. Hij was hoofd educatie van het Kröller-Müller Museum en hij is nu directeur van Museum Jan Kühne in Os. En hij maakt zich altijd heel erg sterk voor inspiratie door kunstenaars, maar door iedereen op zijn eigen niveau te interpreteren in een eigen project. Nou, hij heeft een heel mooi voorbeeldopdracht online gezet en dat gaat over het werk van Anne Gene. En Anne Gene maakt collages van blaadjes. Je ziet het een beetje op de achtergrond bij de foto van Herman. En ik zal de opdracht die hij geeft, zal ik jullie in stappen laten zien.
Nou, hij bouwt hem heel netjes op. Hij begint met, in het filmpje begint hij met het uitleggen, wat is dat werk van anagenen? Zij verzamelt blaadjes, zij ordent ze op bepaalde manieren, zij zoekt naar visuele kenmerken van die blaadjes. Hij neemt je eigenlijk mee in haar proces. Dat is de oriëntatie en de onderzoeksfase. Deze heb ik nagemaakt, dit is niet een echte anagene. Hij lijkt er ook niet echt op, maar goed. Nou, dan is de volgende onderdeel van zijn opdracht, is bedenk wat je zelf met blaadjes zou kunnen doen. Dus hij stuurt de kinderen naar buiten om blaadjes te zoeken en vanuit die hele berg die ze dan hebben gevonden, een selectie te maken, verschillende selecties te maken en daar een mooie collage van te maken waarin een bepaald ritme zit of een bepaalde overeenkomst tussen de blaadjes. Nou, ik had het net over die luwte. Je kunt je heel goed voorstellen als kinderen zo'n berg blaadjes hebben en daarin gaan zitten schuiven, dat dat een heerlijk rustig moment is in die drukke dag die ze waarschijnlijk hebben. Nou, tenslotte plakken ze die blaadjes op een papiertje, maken ze daar een fotootje van en delen ze dat met het museum in dit geval. Maar als jij dit met je klas doet, kun je dat natuurlijk ook met je klas doen. Nou, waarom is dit een goede opdracht? De kennis die de kinderen nog niet hadden, namelijk je kunt van blaadjes collages maken en reeksen, die reikt daar heel erg duidelijk aan door het werk van anagenen goed te laten zien en goed uit te leggen. Nou, daarna, voor het ordenen van een blaadjescollage heb je niet een hele grote tafel nodig. Je kunt het in 5 minuten doen, maar je kunt er ook 2 uur mee bezig zijn. Dus het is eigenlijk aan het kind zelf waar de ruimte zit in de tijd. En tenslotte is dit iets wat je zeker kunt. En als je er eenmaal mee bezig bent, word je er waarschijnlijk ook beter in. Dus geen enkel kind zal hier op qua vertrouwen op afbranden. Nou, qua vaardigheden is het ook allemaal helemaal binnen de lijnen. En een pritstift en een stukje papier is materiaal dat elk kind heeft. Gereedschap heb je ook niet zo heel veel nodig. Dus deze opdracht heeft een hele lage instap. En je kunt als kind eigenlijk kiezen om er heel ver in te gaan in de uitwerking. En dat is precies die ruimte die we nu moeten zoeken in het onderwijs wat we de kinderen aanbieden. Dus als je weinig tijd hebt als kind, kun je dit heel goed doen. Als je veel tijd hebt, kun je dit ook heel goed doen. En die luwte zul je allemaal ervaren. Nou, ik heb nog een voorbeeld meegenomen. Dit is een voorbeeld van Martine van der Zand. Zij is leraar op de Ellen Turing School en de specialist in het maakonderwijs op die school. En zij koppelen normaal gesproken hun maakproject heel erg aan het themaonderwijs wat zij geven. En nu zegt ze nee, nu kunnen we dat wat minder goed doen. Omdat we niet zo dicht bij de kinderen zijn, moeten we het wat kleiner maken. En zij stuurt elke week een opdracht rond naar de kinderen, waarbij de kinderen zelf beslissen op welk moment ze die gaan maken. Nou, dit is de opdracht die zij heeft aangedragen voor dit project. Het heeft heel erg te maken met waar we nu mee bezig zijn. Het gaat over nieuwe manieren om samen te zijn. Kijk, hoe heeft zij haar opdracht opgebouwd? Ze heeft een korte film gemaakt waarin ze het concept afstand houden introduceert. We moeten nu 1,5 meter afstand houden. Hoeveel is 1,5 meter? Hoe ziet dat eruit als je afstand houdt? Hoe kun je je oma kussen? Dat kan door een ruit. Dat soort concepten introduceert ze in de inleiding. En ze laat een aantal voorbeelden uit de kunst zien van kunstenaars die met diezelfde thematiek bezig zijn. Nou, dan komt de opdracht. Hoe maak jij of houd jij contact met je klasgenoten in deze eenzame tijd? Hoe zou je dat kunnen aanpakken? Hoe doe je dat al? Maak daarvan een tekening in je schetsboek. Alle kinderen hebben een schetsboek van de Ellen Turing School. En als optionele stap, dus dat is dan sessie 2, vraagt ze nog. En als het je lukt, maak het dan ook met de spullen die je in huis hebt. En de dingen die je hebt gemaakt, deel je uiteraard met de leraar in de klas. Nou, ook deze opdracht zit heel goed in elkaar en we kunnen volgens dezelfde stramien kunnen we hem bekijken. De kennis reikt ze aan er heel erg te laten zien dat de kennis over nabijheid al in jouw eigen wereld is. Je denkt daar zelf al over na als je op je bankje zit of als je een wandelingetje maakt in je kleine pauze buiten. En die voorbeelden in de kunst, die tillen die kennis net naar een ander niveau om de kinderen net wat meer te prikkelen dan alleen hun eigen omgeving als inspiratie te gebruiken. Nou, dan hebben we het weer over plek, tijd en vertrouwen. Je hoeft alleen maar te kijken en te denken en te tekenen. Dat kun je heel erg beperkt doen. Dat kan ook iedereen. Dus dat lukt ook. De instapdrempel is weer heel erg laag. En qua materialen is het heel erg afhankelijk van wat je hebt, wat je ook gaat gebruiken. Dus ze laat daar heel erg veel ruimte voor hoe kinderen die verwerking van die opdracht dan ook echt gaan doen. Nou, het delen met de leraar zorgt er natuurlijk voor dat je er trots op kunt zijn en met elkaar kunt vieren dat je dat hebt gemaakt. Nou, je kunt dus op allerlei manieren over creatieve of maakopdrachten nadenken. Maar belangrijk is dus dat je die randvoorwaarden goed voor ogen houdt. Dus wat zijn de beperkingen waar kinderen mee te maken hebben? En wat is de grens die zit aan hun eigen kennen en kunnen op dit moment? Nou, als je dan opdrachten gaat verzinnen, kun je eigenlijk 2 richtingen kiezen. Je kunt ze een ontwerpachtige opdracht geven, zoals het voorbeeld van Martine. Je kiest een probleem om op te lossen of een onderwerp wat nu heel belangrijk is. Maar zorg dat het dan dicht
erbij is, zodat de kinderen het onderzoek doen door gewoon om zich heen te kijken en zich af te vragen wat ze zien en wat er gebeurt. En de andere richting is, gebruik de kunst of iets opmerkelijks als inspiratie. Het mag heel bijzonder en vreemd zijn, maar zorg wel dat het goed te begrijpen is. Nou, de nabijheidsvoorbeelden die Martine gaf zijn natuurlijk goed te begrijpen. En de blaadjesvoorbeelden die Herman gaf zijn ook heel goed te begrijpen. Dus denk goed na in je keuze of dat begrijpen in orde is bij jouw klas. Nou, zijn er een aantal concrete tips waar je rekening mee kunt houden. De eerste tip die komt heel erg van Martine. Zij zegt, zij ziet dat maakonderwijs op dit moment vooral als ontspanning voor de leerlingen. Ontspanning van het hoofdwerk. Maar ook ontspanning in deze vreemde situatie die sommige kinderen misschien ook angst aanjaagt. Dus zorg dat het ontspannen is. Maak een film waar je de opdracht uitlegt of voordoet. Dat is nog beter. En zorg dat kinderen die film op hun eigen moment kunnen bekijken. En dat ze heen en weer kunnen spoelen als ze dingen niet helemaal duidelijk vonden. Nou, zorg voor een lage drempel. Je kunt heel snel de eisen van de opdracht halen. Maar zorg ook voor veel ruimte voor groei. Als je het heel erg leuk vindt, kun je er heel lang in doorwerken. Dat is belangrijk. En er zijn een aantal valkuilen, dus beoordeel voorzichtig. Normaal gesproken gaan we in de klas heel goed het werk van een kind bespreken en een soort waarde eraan hechten. Doe dat voorzichtig, want je weet niet in welke omstandigheden het is gemaakt. Dus wees daar bescheiden in, maar beloon wel de inspanning. Als een kind iets heeft gemaakt, vier dat het met het kind, vier dat met de klas. Laat zien dat je met elkaar met die mooie dingen bezig bent. Nou, vraag ook van de kinderen niet een uitgebreide reflectie op het proces. Want als je kleine zusje zit te schreeuwen en je moeder zegt wat wil je vanavond eten, dan kun je niet heel goed nadenken over het documenteren van je proces. Dus vraag daar niet naar en maak het ook niet ingewikkeld. Want we zijn allemaal wat minder geconcentreerd. We zijn allemaal heel erg bezig met het nieuws en met de andere dingen om ons heen. En niet alle ouders zijn in staat of hebben tijd om de kinderen te helpen als ze hiermee bezig zijn. Dus wees heel erg bescheiden in je vraag. Ik wens je heel veel plezier en succes, maar hou vooral voor ogen, het is ook jouw eigen grens die je moet respecteren. Dus als je denkt, ik ben super druk met de andere vakken die ik moet doen, dan kun je deze ook even laten liggen. Of je vraagt een collega-leraar om een mooie opdracht te maken voor jouw klas. Ik wens je heel veel plezier en ik hoop dat we met z'n allen goed door deze periode komen. Beste collega-leraren. Het is tijd om het anders te gaan doen. Om ons prachtberoep weer in eigen hand te gaan nemen. Leraar, durf te claimen. Van speelbal naar speler. Word nu lid van het Lerarencollectief. Meld je aan op www.lerarencollectief.nl. We gaan het samen zelf doen.